Op vrijdagavond 4 mei gaf Open VLD Nienhoven een kick-off van de campagne voor de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober. Burgemeester en lijsttrekker Tanja de Jonge stelde in de evenementenhal Chloé haar kandidaten voor. Nienhoven Media was erbij, samen met onze reporter Marc Lyon. Ik heb me met veel enthousiasme kandidaat gesteld. En als ik zeg dat ik kandidaat was lijsttrekker, dan zeg ik vandaag dat ik ook kandidaat ben om me als burgemeester zelf op te volgen. En ik sta voor jullie, maar ook voor onze partij. Burgemeester, goedenavond. Bedankt om eventjes tussen het lawaai door bij ons te willen komen. Aan wie van uw speech zei u, de VLD is nodig voor Nienhoven? Ik zou de vraag willen stellen, is de VLD nodig voor Nienhoven en waarom? Wel, de VLD is absoluut nodig in Nienhoven, omdat wij het verschil kunnen maken op verschillende thema's. Eerst en vooral willen wij economisch en op het vlak van ontwikkeling, stadsontwikkeling, enorm veel mogelijkheden bieden. En ten tweede betekent dat ook dat wij een sociaal programma willen uitwerken, waar we de Nienhovieter niet in de steek laten. En ik denk dat wij een van de weinige partijen zijn die er zal zijn voor alle Nienhovieters. En die zijn nodig. En dat kunnen we met de liberalen absoluut verwezenlijken. Een ereburgemeester voor, door en tussen de mensen. Geef hem een daverend applaus. Bedankt Michel. Michel Casteur. Michel Casteur, we zijn even uit het strijdgoel weggegaan. Tweede plaats als ereburgemeester, running mate van de burgemeester, laten we zeggen. U hebt ambitie, heb ik gehoord. Maar ambitie, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Kijk, ik ben nu 36 jaar in de gemeenteraad. Altijd bij dezelfde partij, eerst de centrumlijst, nadien centrumlijst PVV en dan VLD. Goeie momenten, minder goeie, maar altijd met het idee van we beginnen aan iets, we moeten het goed doen. En vooral het feit dat mijn kameraden uit de gemeenteraad verschillende reeds maanden bezig zijn om mij te overhalen om het te doen. Dat betekent ook dat ze respect hebben voor u. Dat betekent ook dat ze weten dat je een zekere waarde hebt. En dat kun je zomaar niet aan de kant leggen. Nummer 17. Margot de Vos, jij staat op de lijst op plaats 17. Je bent helemaal nieuw, zowel voor de lijst, maar eigenlijk ook voor Nienhoven. Vanwaar die drive? Ja, eigenlijk ben ik de liefde gevolgd 7 jaar geleden en Nienhoven komen wonen. En op de een of andere manier heb ik mijn hart aan Nienhoven verpand. Ik woon hier heel graag, ik woon in Aspelaren. En ik ben 3 jaar geleden vrijwilligerswerk beginnen doen bij de 75-plussers aan huis gaan. Een heel project van het OCMW. Daar heb ik de mensen leren kennen en dat ligt mij enorm. Ik heb ook 20 jaar op het OCMW in Lokeren gewerkt, dus mensen trekken mij aan, belangen mij aan en ik wil mij daar eigenlijk ook voor Rens inzetten. En ik heb eigenlijk wel zelf gevraagd om op de lijst te staan. Maar onze burgemeester was er heel blij mee. Bruno van der Hagen, plaats 33, lijstduwerschap op de Open VLD-lijst van Nienhoven. Dat is een plaats om ambitie te hebben, denk ik. Klopt dat? Zeker en vast. Ik ben nu ondertussen sinds 2012 de eerste keer opgekomen. En in vervanging van Ivan Vonk in de gemeenteraad terechtgekomen. En daar dan gegroeid naar fractieleider van de gemeenteraad. Waar ik nu toch al 4 jaar mee deel uitmaak van ons bestuur. En inderdaad, ja, ik heb wel ambitie, zeker en vast. Een schepenambt in die natuurlijk Open VLD mee zit in de bestuurscoalitie? Alles hangt af van de stemmen natuurlijk. Hè. We kunnen alleen maar hopen, we hebben ons best gedaan en we werken eraan. Alle dagen aan onze stad. En ik denk wel dat de kiezer ons dat in dankbaarheid zal afnemen, zeker en vast.
Voorzitter Yves Evenepoel, we hebben u eventjes weggehaald uit het feestgewoel. De lijst, ik neem aan dat u vindt dat dat een sterke lijst is. Ja, ik moet echt toegeven, wij hebben volgens mij de sterkste lijst die we tot nu toe ooit gehad hebben. Wij hebben allemaal mensen, één voor één sterke kandidaten, mensen die kwaliteiten hebben, waar dat je iets kunt mee doen. Het zijn geen lijstvullers, het zijn echt mensen. Kwaliteit, we hebben echt kwaliteit in onze rangen. Sommige lijsten hebben het moeilijk om het evenwicht man, vrouw, jong, oud te vinden, u blijkbaar niet. Nee, want we zijn nu begin mei en we hebben al een dikke week dat onze lijst compleet is. Dus we hebben zelfs mensen moeten weigeren. Dus ik denk dat de Nino-Vieter wel begrijpt dat wij nodig zijn. En u mag het allemaal weten, de liberalen zullen hun vel na 14 oktober duur verkopen. En daar gaan we samen voor strijden. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.